Valentijn, kijk eens even hier. Ik wil je iets laten zien. Kijk. Kijk, dit is een meneer. En een camera, zie je dat? Dan ben je op televisie. De meneer is aan het filmen, zie je dat? Ja, wat ik zag, min 12, overdag wel min 8, 9, een beetje sneeuw en ja, iets kouder dan wat we gewend waren de afgelopen dagen. Mijn skijas heb ik aan, voorbereid, dikke schoenen, min 13 laat me komen. Nee, ik heb er wel zin in, beetje sneeuw, ik hou wel van de sneeuw. Net nog op wintersport geweest ook, dus. De instrumenten, maak je daar nog zorgen over, die temperatuurverschillen? Ja, het kan wel uitmaken voor de snaren. Meestal heb ik wel last van dat de snaren los kunnen gaan. Voor de rest, ja, de klank kan een beetje anders zijn. Op advies van Jan heb ik mijn rietjes in mijn jaszak. Hij zei, hou maar bij, hè, want anders gaan ze misschien splijten. Het is wel iets waar ik me zorgen over maakte, want ik ben zelf ook bassist en... Er was al een instrument overgesprongen en nu is het verschil van temperatuur van plus 20 naar min 15, dat is natuurlijk wel heel flink. Alleen als die instrumenten gewoon in een goed geconditioneerde ruimte worden vervoerd en vervolgens in een concertzaal weer open gaan, ja, dan heb ik het gevoel dat het wel goed zal gaan. Maar je weet het nooit helemaal, want het heeft met luchtvochtigheid te maken. En dat kan per zaal en per gebied wel heel erg verschillen. Martin van der Merde speelt al 40 jaar bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Als eerste hornist heeft hij deze tournee een belangrijke rol vanwege een solo in de vijfde symfonie van Tchaikovsky. Het is een hele bekende symfonie van Tchaikovsky en het is een hele bekende hoornsolo. Het is, ik wil niet zeggen dat hij berucht is. Het is meer beroemd eigenlijk, maar ja, daardoor is hij ook een heel klein beetje beladen eigenlijk. De symfonie begint met het opzwepende openingsdeel. Maar dan komt het verstilde tweede gedeelte met de hoornsolo. Je bent ingespeeld, je hebt al een deel achter de rug. Dus het instrument en jezelf zijn opgewarmd. En het is gewoon een kwestie van water uitgooien natuurlijk. De condens van het instrument. Je probeert altijd... zo te beginnen aan die solo dat er geen geblubber van de condens in het instrument te horen valt. Ik denk dat het een hele natuurlijke reactie van je is om gewoon een spanning in je te hebben. En zeker als je weet inderdaad dat er zoveel mensen om je heen zitten, naar je zitten te kijken, naar je zitten te luisteren vooral. Ja, dat brengt wel zo'n spanning in mee. Een van de mooiste lyrische solo's voor eerste horen die er bestaat. Het kan wel een soort van opluchting zijn natuurlijk, als het goed gegaan is. Zeker wel. De symfonie met de solo van Martin zal deze tournee nog twee keer klinken. Tijdens het laatste concert in New York en donderdagavond in het koude Ann Arbor, waar het orkest vandaag naartoe reist.